Ik heb in de afgelopen periode ongelooflijk veel nieuwe abonnees en volgers en TikTok-volgers en gewoon heel veel nieuwe mensen op mijn social media platformen gekregen. En ik denk zomaar dat niet iedereen mij even goed kent. Zoals sommigen van jullie wel weten, zit ik op TikTok. En op TikTok is een nieuwe trend waarin mensen in hun Snapchat-lijst sturen puntje puntje is geen puntje puntje zonder. In mijn geval zou het dan zijn Lars is geen Lars zonder. En hun vrienden reageerden erop met bijvoorbeeld baard of ringen om zijn hand. En dat vond ik best wel een leuk concept. Alleen ik wou het niet doen op TikTok. Ik dacht, laat ik het gewoon lekker met jullie gaan doen op YouTube. Ik heb in mijn Instagram-story gezet Lars is geen Lars zonder. En jullie hebben daar met z'n allen massaal op gereageerd. Ik heb echt duizenden reacties. Wij gaan eens eventjes bekijken waar jullie denken dat ik niet zonder kan. Vind jij dit nou een leuk idee? Geef deze video vast dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. We gaan lekker, die 120.000 abonnees zijn ook alweer bijna behaald. Maar goed, dat kan alleen met jullie hulp. Voordat we gaan bekijken waar jullie denken dat ik niet zonder kan, of waar ik eigenlijk niet zonder besta, gaan we eventjes naar Melchior, een van mijn beste vrienden. En hij kan natuurlijk als een van de weinigen precies zeggen waar ik niet zonder besta. What up? Hey, ik had even een vraagje aan jou. Lars is geen Lars zonder. Lars is geen Lars zonder baard, natuurlijk. Correct, ja, heel logisch. Lars, we hebben jou allemaal wel eens gezien zonder baard, volgens mij. Als je de video nog niet hebt gezien, dan denk ik iedereen wel. Ja, het is hard gegaan die video, maar ik zet hem even voor de zekerheid in het i'tje. Maar in die video, dan lijkt het niet eens meer Lars. Nee, dus de baard is wel erg een essentieel ding, zeg maar. Ja. Goed dat je het nog even bevestigt. Ik ga weer verder en ga nu kijken wat de hele wereld van mij denkt. Ja, is goed, Lars. Leuk. Hey. Yo, dank u. Dat is leuk, hè. Ja, jongens, het is misschien wel een heel cliché antwoord. Lars is geen Lars zonder baard, dat klopt. Maar als je de video hebt gezien waarin mijn baard eraf gaat, ja, ik lijk ook gewoon 6. Mijn vrienden herkennen me niet eens meer. Laten we eens gaan kijken naar wat jullie allemaal hebben gereageerd op mijn Instagram post. Ik scroll even naar beneden, duurt eventjes hoor, ja. 1 hour later. Nou echt, ik ben serieus al gewoon al een minuut aan het scrollen gewoon. Ja, ik ben onderop. Yes, jongens. 2 minuten verder, maar we zijn onderop de lijst. Nou ja, goed. Je ziet al heel veel mensen die zeggen van Lars is geen Lars zonder baard. En dat klopt. Ik ben mezelf ook niet zonder baard. Mace X Myron stuurt zijn geschreeuw als Enzo hem laat schrikken. Ja, laten we eens eventjes kijken naar hoe erg ik schrik. Nou ja, ik ben gewoon erg vatbaar voor schrikreacties. Ik schrik nogal snel. Mensen kennen me nu langzamerhand wel als Lars die een baard heeft, tattoos, een gat in zijn oor, er enorm stoer uitziet, maar schrikt als een kleine baby als iemand hem laat schrikken. Lang zijn, ja goed, ik ben ook erg lang. Dat is wel grappig, want op YouTube zie je heel slecht hoe groot iemand nou echt is. Je ziet wel dat mensen langer zijn dan anderen, maar ik krijg echt ongelooflijk veel de reacties iemand mij in het echt ziet van, wow, jij bent lang? Voor mij is het normaal dat ik zo lang ben. Dinant van Zij zegt, een groot voorhoofd. Nou, we gaan het eens even bekijken. Nou, ik moet eerlijk toegeven, Dinant. Ik waardeer dat je gewoon eerlijk bent, maar ik heb ergens het idee dat ik niet zo'n heel groot voorhoofd heb. Het valt best wel mee. Kijk, en nu hebben we een hele goeie van Alicia Liesens. Die zegt, Lars is geen Lars zonder zijn schoenen verslaafd. Ik ben redelijk verslaafd aan schoenen in de vorm van dat ik heel veel schoenen wil kopen en heb gekocht. En misschien een beetje te veel geld heb uitgegeven, wat niet heel slim is, maar toch heb gedaan. Ik ben wel benieuwd. Laat me even weten in de comments. Zijn er ook sneakerliefhebbers in mijn commentsectie, in mijn abonneesgroepje? Want ik ga aankomende zondag een sneakervideo uploaden. Jawel, Huizenknol gaat sneakers customizen. Een preview hier. Voor mijn kanaal, ik heb iets superleuks gefixt. We gaan met z'n allen onze eigen sneaker maken. Dus houd mijn kanaal zondag zeker even in de gaten. We gaan even door. Freek 2070, een big smile. Ja, ik hoop dat het een beetje overkomt met jullie dat ik vaak lach. Want ik probeer zoveel mogelijk, tenminste, ik wil me zo vaak mogelijk vrolijk voelen. En niet geforceerd. Ik wil niet per se doen alsof ik vrolijk ben. Maar ik doe er gewoon alles aan om mijn leven zo leuk te maken. Dat ik gewoon met een lach door het leven ga. Dat Freek dat opvalt en zegt, een big smile doet me goed. Dat is wel de vibe die ik wil overbrengen op jullie. Laten we gewoon met z'n allen gaan lachen en dan wordt het een stuk beter. Vince zegt geel. Ja, ik draag best veel gele dingen, maar dat komt voornamelijk door Sunnyside Up. Sunnyside Up is mijn merchandise merk waar nog niet zo heel veel van uit is. Alleen deze bandjes en die kan je kopen door op het linkje hier beneden te klikken. De basiskleuren van dat merk zijn geel. Sunnyside Up, zonnige kant omhoog. De zon is geel. Geel is de zon. Beam, bada bam, bada bam. Ja. Nou, tattoos.
is heel goed. En ik ben wel benieuwd of er mensen zijn die graag een tattoo tour zouden willen zien. Dit is eigenlijk best wel erg. We zitten al op de helft van de video ongeveer. Ik zeg eigenlijk nu pas Nicole. Ja, Lars is geen Lars zonder Nicole. En dat klopt. Nicole is mijn vriendin. Zoals je misschien ook wel hebt gezien in de Huis ik Nol video's. Nicole is hier ook. En dat is niet omdat Nicole het heel leuk vindt hier. Niet alleen omdat Nicole het leuk vindt hier. Want ze vindt het heel leuk. Nee, het is ook omdat Nicole mijn vriendin is. Ja, we hebben al 6 jaar een relatie. En we hebben het nog steeds heel leuk samen. We genieten nog steeds elke dag van elkaar. En ik kan ook niet meer zonder Nicole. Nee, dat klopt. Pepijn Klimmen heeft, denk ik, de beste opmerking ooit gemaakt. De naam Lars, dat klopt. Want als ik geen Lars heette, dan was ik ook geen Lars geweest. Heel slim, Pepijn. Macy Edits, ja, een fanaccount van Mace, die zegt zijn fans. En dat klopt helemaal. Ik was helemaal nergens zonder dat jullie naar mijn video's keken. Zonder dat jullie me volgden. Zonder dat jullie likejes achterlaten op mijn Instagram posts. Dus jongens en meisjes, dames en heren, iedereen die kijkt, dankjewel. Jullie zijn geweldig. En er waren zoveel antwoorden. Ik scroll even een klein beetje snel doorheen. Er zijn mensen die heel veel video's kijken. En Sanne van Vliet zegt een tentonderbroek. Dat klopt, jongens. Ik draag een onderbroek die niet zo strak zit als een boxer. Ik draag een boxershort, wat je ook wel vaak ziet in Amerikaanse films. Die zitten wat wijder. Vind ik wat lekkerder zitten. Heel specifiek. Ja, dit is geen betaalpromotie, maar van Pockies. Want Pockies hebben namelijk zakken in hun onderbroeken. En dat is super handig, want als jij 's ochtends wakker wordt en in je onderbroek door het huis wandelt om even wat drinken te pakken. En dan een telefoon in je hand hebt, drinken wil pakken en ook nog een koekje wil eten. Ja, wat ga je dan daar neerleggen? Niet, want je hebt geen tafel ergens waar je staat. Dan doe je dus je telefoon in je onderbroekzak en dan kan je alsnog rustig je drinkje drinken en je koekje eten. Ik vind het knap dat mensen dat weten. En ik kom daar nooit echt heel openlijk uit in video's. Ik trek alleen wel vaak mijn broek uit voor de camera. En dan zien mensen dat ook. Noot door mijzelf, trek minder vaak je broek uit voor de camera. Kijk, Jens Weesup zegt speciale kleren. Nou goed, speciale kleren is voor iedereen anders. Of je het speciaal wil noemen, of je het expliciet wil noemen, of je het highbeast wil noemen, of juist vet, alternatief. Het heeft allemaal namen. Wat ik gewoon belangrijk vind, en de message die ik naar jullie allemaal thuis nu wil duwen zo, is wees jezelf. Draag wat je vet vindt en laat je niet door andere mensen tegenhouden. Natuurlijk zijn er normen en waarden. Natuurlijk kun je niet zomaar alles gaan doen. Geen haken kruisen op je shirts of andere dreigementen. Maar als jij een bepaalde kledingstijl tof vindt, als jij een bepaalde kleur vet vindt, maar jouw hele klas vindt het kut, ja, fuck jouw hele klas. Draag gewoon die kleding die jij vet vindt, want jij leeft voor jezelf en jij moet je er comfortabel in voelen. En dat is wel iets waar ik sinds een paar jaar mee ben gaan leven. En het heeft mij helemaal niet slecht gedaan. Ik ben gewoon lekker mezelf. En ik hoop ook dat jij er bent, want dan houden we die sunny side up, jongens. Dat is wel heel belangrijk. Kijk, op het moment wat er nu is binnengekomen, kan niet. Kale plek. Milan, ik vind het echt heel knap dat jij weet dat ik een kaal plekje heb. Maar toch doet het me pijn, want ik ben eigenlijk geen last zonder mijn kale plekje. Ik ga nu mezelf even exposen. Ik hoop dat je het ziet hier ergens. Het is echt waar. Ik begin een oude fan te worden, vandaar dat ze me ook nog wel eens papa Lars noemen. Mees! Mees! De vraag is, Lars is geen Lars zonder. Wat is jouw antwoord? Kijk, het meest logische antwoord is natuurlijk, Lars is geen Lars zonder baard. Ja, dat zegt ook iedereen. Dat zegt iedereen, denk ik. Voor mij... Oeh, echt even goed nadenken. Ik wil even een goeie. Nou goed, ongeveer 80% van de antwoorden was inderdaad baard, trampolinepark, tattoos, oorbel, schoenen. Dat ongeveer. Ja, oorbel achterkant. En ik snap het ook wel, want mensen zien dat natuurlijk van mij. We gaan nog 1 antwoord van jullie doornemen en daarna mag Mees de video afsluiten. Er zijn namelijk echt superveel leuke reacties binnengekomen, maar ook wel mensen die meer een beetje vroegen als een vraag. De laatste vraag die we doornemen was van iemand die zegt, Ninja Turtles, verzamel je dat nog steeds? Dat klopt, voor de oude fans die weten dat ik vroeger Ninja Turtles verzamelde, tenminste niet de Ninja Turtles zelf, maar de hele collectie poppetjes en spulletjes en noem maar op. Ja, dat is wel een groot deel wat mij een beetje heeft geïnspireerd, vandaar dat ik ook hier een Ninja Turtle tattoo heb, zo op mijn schouder, die toevallig Mees heeft bedacht. Maar goed, dat verzamel ik niet echt meer heel actief, misschien komt het ooit wel weer. Ik vind het nog steeds heel vet en als ik iets zie en kan het kopen, dan doe ik dat ook nog steeds. Ninja Turtles is zeker iets waar ik niet zonder kan. Dit is denk ik iets wat alleen ik kan weten, ja. Want ik ben goede vrienden met Lars, dus dit kom ik best wel vaak tegen. En dat is, Lars is geen Lars zonder zijn onbegrijpelijke moed. Onbegrijpelijke moed? Ja, dus je onbegrijpelijke, hoe noem je dat in humeur. Nederlands? Humeur. Ja, ja. Nee, klopt. Soms kan ik niet vertellen of je blij, boos, verdrietig, ja, noem maar op, ja, op welke stemming die heeft. En dan loopt hij er zo bij. En zeg ik, gast, wat is er aan de hand? Ben je chagrijnig? En dan, nee, ik ben blij. En dan zeg ik zo, hoe kan dat? En dat vind ik wel gaaf. Nee, tof. Nou, dus dat is wel een hele goeie. Ja.
Maar daarom vind ik Lars wel superleuk. Dankjewel, dat maakt hem een bijzonder persoon. Ook al is hij al super bijzonder met zijn tattoos, met zijn baard, met zijn mooie gele rol. Dat is een hele je hebt een goede bedacht. Maar ja, ik dacht, die is leuk. Dat klopt. Ja, ik ben ook wel positief verrast door jullie antwoorden. Want ik vind het wel gewoon leuk dat onbewust laat ik toch heel veel van mezelf zien. Het is altijd heel moeilijk in te schatten wat nou blijft hangen, hè. Welke dingen zien jullie van, oké, dat is echt iets waar Lars niet zonder kan. Of welke dingen zien jullie gewoon van, oh, dat is iets wat Lars een keertje leuk vindt. Dus ik heb wel een heel goed beeld van hoe jullie mij zien. Vond jij deze video nou leuk? Geef me even een like en vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!